Wat vindt u ervan als de meisjes en jongens gescheiden les krijgen? Ja, dat is niet van deze tijd. Hè. Van, dat hoort niet bij de Nederlandse maatschappij. Op het middelbare school? Ja, nee, maar dat is toch niet meer van deze tijd. Dat jongens en meisjes gescheiden zijn. En degene die dat zouden willen, moeten het in hun eigen land gaan doen. Dat vind ik het niet mee eens. Waarom misschien? Ik vind dat dat moet kunnen. Gescheiden. Nee, dat jullie samen lessen hebben. Dat vind ik dat er zo moet. Ja. Ik weet niet. Dank u wel. Ja, precies. Dat jongens en meisjes gescheiden les krijgen. Dus jongens in één klas en meisjes in één klas. Ja, dat is toch raar. Dat is toch niet zo leuk. Nee, zo niet zo leuk. Waarom is het niet leuk? Ja, wij wonen in Nederland toch? Ja. Zo'n vrij land. En, ja. Zat u vroeger met meisjes en jongens in één klas? Ja. En wij zaten met 40 kinderen in één klas. En wat vindt u ervan dat jongens dus in een andere klas gaan en jongens en meisjes in één klas gaan? Geen flauw idee. Jongens. Vindt u het goed dat meisjes, jongens en meisjes op de middelbare school gescheiden les moeten krijgen? Gescheiden les? Waarom? Wij wonen in Europa. Wij wonen in Europa, wij moeten samen. Is goed, en waarom? Waarom? Dat hoort man en vrouw bij elkaar. Dat hoort man en vrouw is bij elkaar. Niet apart. Goed. Niet mee eens. Ik vind dat ze gezamenlijk les moeten krijgen. En waarom ben je het niet mee eens? Omdat je dan gaat discrimineren. Maar stel je voor dat een jongen op een meisje valt en dan gaan ze een jongen op een meisje valt. Ja. En dan gaan ze niet meer opletten op de les. En dan krijgen ze steeds weer onvoldoende. Wat vind je daarvan? Ik denk dat jongens en meisjes tijdens de les moeten opletten en buiten schooltijd maar naar elkaar moeten kijken. Bijvoorbeeld als een jongen op een meisje valt en daarna letten ze niet zo goed op, dan halen ze toch altijd onvoldoende. Ja, die kans, dat risico, dat loop je natuurlijk. Hè? Maar jullie zijn nog zo jong. Jullie worden nog niet verliefd, denk ik, of wel? Nee. Dat zou kunnen.